eens even. Ja, mijn naam is Marion Onland en ik ben lid van de parochiële Caritas werkgroep hier van de Franciscus parochie. En we proberen zeg maar, via die werkgroep goede dingen te doen voor mensen die het moeilijk hebben. En vandaag is er een inzamelingsactie, hè? Kunt u daar iets over vertellen? Ja, vandaag zamelen we slaapzakken in voor een organisatie in Enschede die daar zeg maar voor mensen die dakloos zijn mooie jassen maken en die tegelijk ook als slaapzak kunnen fungeren. Dus wij hopen eigenlijk vandaag veel slaapzakken in te zamelen. Ik ben Jos Westendorp, kosterier van de Bonifatiuskerk. En jullie doen ook mee met de slaapzakkenactie? Ja, wij doen mee. En hoe loopt dat? Nou, elke 5 minuten komt er wel iemand 1 of 2 zakken brengen. En dat is vanaf 10 uur al vanochtend. Het is nog tot 12 uur vandaag, hè? Ja, ja, ja. Genoeg slaapzakken voor een heel goed doel, vindt u niet? Ja, ik wist het niet dat ze er jassen van konden maken, maar blijkbaar kunnen ze er jassen van maken. Want meestal is natuurlijk de rits kapot van zo'n slaapzak en de rest is wel goed. Ja, en dan kun je hem niet meer gebruiken en dan wordt hij weggegooid. En dan zoveel warmte geven met ja, de oude slaapzak aan dat het toch gerecycled wordt. En dat past natuurlijk in de huidige tijd. Dus even een oproepje voor alle mensen die het nog niet wisten? Ja, als er weer zo'n actie komt en je hebt zo'n slaapzak, bewaar hem en breng hem dan de eerstvolgende keer naar zo'n brengpunt. Waar dat dan? Nou, is het nog vroeg, maar er zijn al mensen geweest hè, om te doneren. Ja, klopt. Er zijn al verschillende mensen geweest en dat maakt ons wel blij. Dus dan is het toch dat mensen het raakt en zeg maar ons die zakken komen brengen. Hoe komt het zo dat jullie met deze stichting in zee gaan? Ja, nou, we hadden, dat is een andere iemand van de werkgroep had dat over gelezen en had daar best wel een goed gevoel bij. En die zit hier ook, ik ben even de naam Shelter. Is het volgens mij kwijt, maar die had er een goed gevoel bij en vandaar dat we dit, en ze zitten ook dichtbij in Enschede, vandaar dat we dit zijn gaan doen. En als ze het vandaag gemist hebben de mensen om de slaapzak te brengen, dan is er nog een herkansing? Ja, dat klopt. In september is er nog een keer weer een inzameling, dus op 28 september. Nou, ik zou zeggen op naar een heleboel slaapzakken, want volgens mij is het hard nodig. Ja, zeker. Dat is heel belangrijk, denk ik. Want er zijn veel mensen die helaas nog op straat leven.